Goedemiddag allemaal. Hallo, daar ben ik weer. Ik heb een nieuwe standaard gekocht voor mijn camera. Dus ik zit eventjes een beetje te vogelen. Het is met Bluetooth, dus het is wel hartstikke makkelijk. En ik kan hem heen en weer schuiven en hij staat op standaard. Nou, helemaal geweldig. Dus ik hoef ook niet meer mijn tablet of mijn telefoon ergens bovenop te zetten om een videootje te kunnen maken. Voor mijn nieuwe kijkers, welkom allemaal. Ik ben Cindy, ik woon in Ede. En ik wil jullie meenemen in mijn handwerk, bezigheden die ik heb zo de week door, zeg maar. En voor mijn andere volgers die ook weer gezellig kijken. Hi, leuk dat je er weer bent. Echt helemaal super lief. Het is weer een tijdje geleden. En ook zoals mijn reacties eigenlijk op mijn vorige podcast die ik kreeg. Van heb ik zin om een podcast te maken? Dan maak ik er een. Heb ik geen zin? Dan doe ik het niet. Ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk om te doen. Maar ja, ik heb het of heel druk of ik zit lekker te breien. En dan denk ik van ja, zal ik een podcast opnemen? Vervolgens is het alweer tijd om avondeten klaar te maken. Dus nou ja, goed. In ieder geval, ik ben er weer. Ik heb jullie een aantal dingen wat ik jullie wil laten zien. Allereerst heb ik jullie de vorige keer mijn deken laten zien. Mijn corner-to-corner blanket. Hij is af. Hebben jullie gezien? Even uit beeld. Jullie hebben het gezien op Instagram dat hij af is. Ik ga even staan. Want dan kunnen jullie hem gewoon helemaal bekijken. Het is werkelijk een gigantisch project geworden. Ik laat hem even zo tussendoor zien dat jullie een beetje de mooie kleuren kunnen zien. Het is echt alles door elkaar heen. Qua kleuren, qua minis, qua... Nou ja, eigenlijk van alles en nog wat. Hij is 2x2. Iets langer misschien nog. Hij is gewoon zo groot dat ik hem gewoon niet in beeld kan, goed in beeld kan krijgen. Maar het is gewoon hartstikke mooi geworden. Hele leuke kleurtjes zoals jullie kunnen zien. En dat allemaal met minis die ik in advent heb gekregen. Eigen restjes die ik nog had. Het is een gigantische deken geworden. Ik denk niet, ik krijg hem gewoon niet op beeld. En dat maakt ook helemaal niet uit. Maar jullie hebben een idee hoe mijn, oh, ik slag al mijn bril van mijn neus. Hoe mijn deken is geworden. Is ze niet geweldig? Mijn eerste mega deken die af is. Ik ben er echt helemaal blij mee. Het zit ook echt heel erg lekker warm op de bank als je dat ding hebt. Omdat de stand is, kan het beeld af en toe even een beetje schudden. Maar ik ben er gewoon moe van. Die deken omhoog houden, het is echt verschrikkelijk. Ik denk dat ik maar eens een keertje moet gaan sporten of zo. Dan heb ik een tweede ding af. Dat is een sock tube. Dat is deze. Garen is van, ik heb aan de ene kant, ik had op YouTube gekeken voor een flexibele boord om af te werken. Want normaal begin ik al bij de boord te breien en dan maak ik zo de hiel en de teen. Alleen als ik de normale manier afhecht, zeg maar, bij de boord, bij deze boord, dan wordt dit te strak. En dan krijg ik hem niet om mijn benen heen. Dus ik heb gekeken naar flexibele boordafhechting. Om het zo maar te zeggen. En hij is flexibel, want hij rekt gewoon lekker mee. Alleen het bobbelt een beetje of zo. Kijk, want dit is gewoon netjes, strak. En dit is een beetje gebobbeld. Dus ik vind hem eigenlijk ja, gewoon ook niet zo leuk. Maar ik hou hem wel zo, want ik ga nog een tube maken en dan maak ik gewoon 4 paar sokken van 100 grams. Ik heb zelf maat 37 qua voet.
Dus dit worden al gewoon echt hele lange sokken. Kijk, en ik heb nog 50 gram over van deze kleur. Het is door de zon, ziet het er allemaal iets feller uit dan dat het is. Maar deze wol is van Eline, van Crealine Design. En nou ja, daar heb ik dus een mooie tube gebreid. Heerlijk om dat op de bank te doen. Gewoon recht toe, recht aan breien en hutjekeeën. Je bent voorlopig even bezig totdat je 50 gram op is. En dan ja, kan ik hier twee sokken van maken. En dan maak ik hier ook weer een tube van. En dan maak ik nog, dus dan heb ik uit 100 grams heb ik dan voor mezelf. En ook de hiel en de teen worden in deze. Dus dat wordt dan een after thought, hiel en teen. En dan ja, heb ik gewoon 4 paar sokken uit 100 grams. Want ik heb, normaal gesproken doe ik altijd gewoon een paar maken. Ik zal dan zo die andere even laten zien. En dan doe ik de boord. Dan doe ik de hiel en dan de voet en dan de teen. En dan maak ik weer de hiel, de voet en de teen. Zeg ik dat goed? Nee, dat zeg ik niet goed. Boord, hiel, teen. Alleen daar heb ik altijd over. En nu dacht ik van ja, dit is eigenlijk zulke mooie wol. Hartstikke mooie kleuren. En het is leuk om met restjes elke keer of een deken te maken, of een kussenhoes te maken, of een tasje te maken. Of... Dat is leuk en dat vind ik zelf ook hartstikke leuk. Want kijk, ik heb hier nog een hele pot met minis, restjes en dit is niet het enige wat ik heb. Oh, sloop de wol. Dus ik vind het zelf ook hartstikke leuk. Alleen bij deze wol had ik zoiets van, ik ga eens een keertje gewoon een hele tube maken. Twee stuks en dan maak ik gewoon 2 paar sokken van. Dus dat heb ik gedaan. Dus dit is ook af, tenminste voor de helft. Dan hebben jullie kunnen zien dat ik bezig was op Instagram met een gestreepte sok. En dat is in deze kleuren. Ook deze kleuren zie ik zijn weer wat feller door de zon in mijn kamertje. Als dat ze in werkelijkheid zijn. Deze is af. Hartstikke leuk. Deze kleuren heb ik allemaal gekregen in mijn advent van Happy Knitting. En de kleuren, behalve deze, want die is van mezelf, die heb ik geverfd. De rest is allemaal van Homespun House van Molly. Dus ik noem hem voor mezelf de Molly Sok. Kijk hoe leuk. Ik ben er echt blij mee. Ik vind het zulke gave kleuren. Het is zo mooi. En dan heb ik hier deel 2. Die is ook af. Alleen, zoals dat iedereen weet die hele mooie gestreepte sokken maakt. En die het misschien net zoals ik doen. We hebben daarna nog wat werk. Helemaal niet erg. Want ik heb het hier ook al gedaan. Bij die andere sokken heb ik het ook al gedaan. Dus we hebben nog, of ik heb nog wat dingetjes af te werken. En dan kan die ook op de blokker. En dan kan ik ze lekker gaan dragen. Dus dat is mijn derde finished object. Om het zomaar even netjes in het Engels te zeggen. Dan heb ik nog wat. En ja, dat laat ik al zo. Ik heb zelf verf ik natuurlijk ook wol. Dit is Superwash Merino 100%. En ook nu is het weer een stuk lichter dan normaal gesproken, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik heb een hele mooie muts gemaakt en die heb ik niet op de naalden gemaakt. Kijk, hartstikke leuk. Ik weet niet of ik hem pas. Ja, ik pas hem wel, maar het is nu natuurlijk best wel, nou ja, het is niet echt mutsen weer, zeg maar. Dus, hartstikke leuk, zit lekker. Het is lekker zacht, maar waar heb ik het dan mee gemaakt als ik niet de breinaald heb gedaan? Ik heb mezelf een cadeautje gegeven. En dat is deze. De breimolen van Prim. Prim, Prim, Prim. Zoiets. Nou. Ik moest eerst eventjes kijken bij Renske. Ja, bij Renske
heb ik gekeken hoe dit apparaat werkte. Want ik heb zelf via de handleiding geprobeerd. Nou, daar kwam ik echt, daar ben ik gewoon helemaal geen wijs uit. Dus, toen heb ik bij Renske gekeken en toen heb ik het zelf geprobeerd en toen is het gelukt. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik wil wel kijken of dat er nog meer is te doen als alleen maar sjaals te breien of mutsen. Dus dat wil ik nog wel een keertje gaan uitvogelen. Ik heb al verschillende video's zitten bekijken. Ook van dames uit Amerika en uit Engeland en uit Spanje volgens mij ook. Dus deze heb ik daar opgemaakt. Mooi in het roze. En ik heb daarvoor ook nog andere garen geverfd. Dit is de roze overigens. Die kunnen jullie bij mij bestellen. Die komt ook op Insta te staan. Met het voorbeeld van de muts. Dan heb ik nog deze gemaakt. En dat is wit met roze en groen. Wit, grijs, roze, groen. Sorry. Ook hartstikke mooi. Mooie kleuren. Eén streng heb je zeker meer dan genoeg. Want ik heb hier, ik denk 70 gram voor gebruikt. En toen dacht ik, nou, hij is eigenlijk wel goed. Maar als ik hem dan op heb, dan denk ik, hij past. Maar misschien als je een slouchy beanie wil, dat je dan iets meer moet gebruiken. Maar 100 grams heb je echt meer dan genoeg. Dus ik zou zeggen, hou mijn Insta in de gaten, want er komen nog veel meer kleuren aan om zo'n mooie muts te breien. Je kan het natuurlijk ook gewoon op de naalden breien. Dan zou ik voor deze zeker wel breinaald of haaknaald 5 gebruiken. Die roze had ik net al laten zien. Lichtroze met wit en hier wat donkere roze spikkels. Dan heb ik deze, dat is een beetje blauw-paarsig met roze, bruin, allerlei andere soorten spikkels erin. Ook superwash merino. En deze hadden jullie al op mijn Insta zien staan. De kleur die ik al geverfd, dat is een beetje blauw met groen en roze. Het lijkt rood, maar het is roze. Een beetje paars. Nou. Ook allerlei kleuren. Dus deze zijn gewoon bij mij te bestellen op mijn Instagram. Ik heb geen Etsy. Ik heb geen website. Ik doe het via Instagram. Omdat het voor mij gewoon makkelijker is. En dat ik het toch gewoon eens zo wil proberen. Ik wil wel een website gaan maken. Maar dan moet ik nog even nadenken hoe en wat. Dus dit zijn mijn eerste 4 strengen die je kan bestellen bij mij via mijn Insta. En dan hoor ik wel wat jullie ervan vinden. Dan heb ik nog meer geverfd. Zoals jullie op Insta hebben gezien, heb ik ook minis geverfd. Die zijn allemaal apart verkrijgbaar. Kijk, dit is een kleur. Hij geeft hier enorm blauw, maar het is groenblauw. Het is dat tielkleurachtig en dat geeft hij gewoon echt heel erg slecht weer op de camera. Maar volgens mij op mijn Instagram staat er een... Ik kijk elke keer de verkeerde kant op. Op Instagram staat een foto waar wel de originele goede kleur te zien is. Maar hier op de camera helaas kleurt hij een hele andere kleur. Nee, dat gaat hem niet worden. Hij is groen-blauw, dus echt dat tiel kleur is die. Al mijn minis zijn high twist 20 grams. Dit is een beetje rood-roze met geel. Geïnspireerd op een tropische plant die ik had gezien. Ook al deze minis zijn bij mij verkrijgbaar. Ik zal ze nogmaals op Instagram zetten. En wil je dan een mini, stuur me dan of een persoonlijk berichtje of gewoon een berichtje onder de post van deze minis. Dit is blauw, paarsig met roze
roze spikkels en wit. Dan heb ik deze. Dat is een beetje goudkleurig geel met paars. En dan een beetje rood-roze erbij. Ik vind het wel heel jammer dat de camera niet de goede kleuren weergeeft. Maar goed, als je op mijn Insta kijkt, daar staan wel de goede kleuren op de foto. Dit is lila. Ook weer met allemaal verschillende spikkels. Zoals je kan zien, ook allemaal weer high twist. En deze ben ik zelf enorm fan van. Dat is de witte, rustige, met allerlei kleuren spikkeltjes. Allemaal 20 grams. Leuk voor de deken die ik net liet zien. In combinatie met een paar sokken. Ja, je kan het eigenlijk overal mee combineren. Leuke kussensloop. Stripy socks. Net zoals deze, maar dan in een andere kleuren bijvoorbeeld. Er zijn zoveel mogelijkheden voor deze leuke minis. Er komen nog veel meer kleuren bij. Maar op dit moment heb ik deze alvast voor jullie geverfd. Dan heb ik ook nog sokkenwol geverfd. De festival heb ik geverfd. Zoals jullie kunnen zien hou ik wel weer. Ik hou heel erg van natuurtinten, maar ook andere kleuren door elkaar heen vind ik heel leuk. Hier zit van alles en nog wat in. Roze, blauw, groen, geel. Ja, van alles. Een beetje oranje zit erbij. Nou, deze is dan net even ietsje geler. Maar ja, zoals dat iedereen weet, elke handgeverfde streng is anders. Dus, deze komt ook op Insta te staan. Dus dit zijn ook sokken, wol die ik heb geverfd. Dan, wat heb ik dan nog meer gedaan? Ik ben aan het naaien geslagen. En dit is mijn nieuwste creatie die ik heb gemaakt en die ook op mijn Insta komt om aan jullie of voor degene die het willen te verkopen. Het is een projecttasje voor een kleine projectje of sokken of iets kleins, weet ik het, een sjaaltje of een kool of nou zoiets. Het zijn, zoals jullie kunnen zien, roodbosjes met een zwarte onderkant. En een mooi vogelmarkeerdertje erbij. Nou, hij doet het niet echt helemaal. Ik houd dan ook een beetje lomp vast, zeg maar. Nou zeg. Nou, jullie hebben een beetje een idee. En dan is dit de binnenkant. Zoals jullie kunnen zien zitten bij mij sokkenprojectje in. En dat is sokkenwol van Lana Grossa Hand Dyed. Dit is, zoals jullie kunnen zien, zwart. Met allerlei hele leuke felle kleurtjes. Ik had hem al een keertje gebreid, een stuk. Alleen toen ging het verkeerd, want ik wilde een nieuwe heel proberen. De German Short Row heel. Wilde ik proberen en dat, nou ja, ik weet niet wat ik gedaan had, maar dat sloeg helemaal nergens op. Want normaal, zoals dat je bij deze sok kan zien, gebruik ik de Hollandse hiel. En ik wilde eens een keertje wat anders, dus ik ging dat proberen en dat was niet wat. Maar dit is een beetje hoe het gaat worden. En die kleuren die lopen eigenlijk een beetje zo als een spiraal, gaat dat zo omhoog. Met dat zwarte ertussen. Dus deze sok heb ik nu op de naalden staan. Dus die ga ik afmaken. En dus het tasje. Bij interesse, maak ik er gewoon nog een paar. En dan zien we het voor de rest wel. Dan heb ik voor mezelf een hele grote tas gemaakt. Voor mijn dekenprojecten. Het is echt een megatas. Ik heb hem voor mijn vriendin, voor Georgina van Happy Knitting, heb ik hem in het klein gemaakt voor de sokken.
Ze houden natuurlijk enorm van sokkenprojecten. Kijk, ik heb er een mooi... Oh, schaap, die is een mooie pin erop gemaakt. Die had ik gekregen bij een cadeautje. Kijk, dit is mijn... Zoals jullie kunnen zien is dit niet een beetje ingedeukt. Maar goed, in ieder geval... Ik ga nooit meer zo'n hele grote tas maken. Want ik, ja, het is echt enorm groot. Maar het is voor mijn dekenproject is het wel heel fijn. Een mooie rits, mooie voering zit erin. En ja, zoals jullie konden zien op Insta heb ik allemaal mooie wolletjes gekocht. De paarse stonewashed. En deze, dit is ook weer dat tielkleur, dat groen-blauw. Hier geeft hij ook gewoon hem in het blauw aan. Een grijze. Dit is wordt de rand. Een crème kleurige. Dan hebben we nog een paarse. En nog een roze stonewashed. En dan hebben we nog de gewone lichte roze. En wat wordt dat? Dit wordt de Nature's Walk Blanket. Ik heb... Even kijken. Op mijn tablet een mooie foto voor jullie. Zodat jullie weten welke ik ga doen. Dat is deze. Van Sandra Paul is die. Van Cherry Heart Podcast. En hier zie je het gele. Nou ben ik niet zo van de mosterdgeel en zo. Dus ik heb, ik zag even wat op het beeld staan, maar dat is mijn matenoverzicht. Voor dat gele ga ik dan die groen-blauwige gebruiken. Dat vind ik zelf een mooier als, als dat gele. Dus die zit in deze tas. Hoppata. Dus ik ben met, ik ga eerst alle vierkantjes ga ik haken. En dan ga ik hem pas, ga ik ze, als ik ze af heb, één vierkantje, ga ik hem blokken. Zodat het allemaal geblokt is. En dan kan ik het, als ik helemaal klaar ben met alle vier, kan ik het in één keer in elkaar gaan zetten. Dus dit is het eerste vierkantje. Die heb ik af, dus ik ga nu eerst alle grijze vierkantjes maken. Er staat precies een patroon bij hoeveel je van welke vierkantjes nodig hebt. Dus... ja, ik ben nog wel even bezig, maar het is wel heel erg leuk. En aangezien mijn zoon zag dat ik hier weer mee bezig was en die andere deken ook heb gemaakt, kwam die naar mij: mam, zou je voor mij ook een deken willen maken? Dus ik heb nog een haakproject te doen. Dus er moeten nog wat minis bij, er moeten nog wat, want hij wil het ook een beetje in verschillende kleuren. Nou heb ik nog genoeg minis. Dus dat restje, sorry, om zo'n deken voor hem ook te maken. En dat ga ik ook doen. Dus ik heb nog genoeg te doen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik, en dat zag ik bij Vive Handmade, is dat volgens mij. Dat is ook een winkel in Dordrecht. En zij... had ook in haar post staan van, en ineens heb jij heel erg veel zin om iets te haken. Hebben jullie dat ook wel eens? Ja, dat heb ik op dit moment ook. Ik heb op Instagram, had ik een aantal dingen neergezet, truien die ik graag wilde maken. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben maar met één trui bezig en die is voor mijn dochter. En ik heb op dit moment gewoon niet zo heel veel zin om een trui te maken. Want het is echt prachtig mooi weer. En dan zit ik met weet ik veel hoeveel dikke wol op mijn schoot om een trui te breien voor de winter. Dus ik denk, ik ga dat laten liggen tot aan, ja, denk ik einde zomer of zo. En dan, of misschien als de mojo weer een beetje terugkomt om dat soort dingen te breien, dan ga ik daaraan beginnen. Maar ik ga eerst die trui voor mijn dochter afmaken. En dan zie ik het vanzelf. Dus ik ben nu even meer van de haak als van de brei. Ja, sokken breien wel tussendoor natuurlijk. En andere dingen ook nog wel breien.
Maar ik ga gewoon eerst maak ik de trui voor mijn dochter af. En dat is deze, wilde ze heel graag. De boyfriend sweater. En die is van The Noble Thread. En dit is, ja, ze gebruiken DK wol. Gemeleerd. Nou, zij wilde een, hoe heet het, een crème, een beige-achtige trui. En dus ik heb de Drops Soft Tweed heb ik gekozen. En ja, nou, ik ben nog niet zo heel ver zien jullie. En ik zie hier een foutje volgens mij zitten. Oh nee, daar heb ik gemeerderd. En ja, het breidt op zich wel lekker. Het gaat niet zo heel vlot. Maar goed, daar maakt ook niet zo heel veel uit. Dit is de wol zelf. Het is hele fijne wol. Het is hele zachte wol. Hoewel ik het, als je het zo op het eerste gezicht ziet, denk je van nou, het is eigenlijk helemaal niet zo zacht. Maar het is 50% wol, 25% alpaca en 25% viscose. Dus ik heb hele hoop bolletjes voor haar besteld. Dus ik ga hier lekker aan werken. En het is van, het is geen top-down, maar het is bottom-up. En dat vind ik eigenlijk minder, omdat je het dan eigenlijk niet zo heel goed kan passen. Nou is mijn dochter heel slank. En er stonden meerderingen in het patroon, maar ik heb op een gegeven moment, want ik zei net, ik heb gemeerderd, nee, ik heb geminderd. Want het is wel een oversized trui, maar ik denk dat ze, dat dit nog voor haar misschien te is. Dus ik moet even kijken, moet ik hem dan nog meer minderen? Want dit komt natuurlijk een beetje over de heupen. En dan moet ik eventjes kijken hoe ik dat ga doen. Want als die natuurlijk het is wel leuk een oversized trui. Maar als die oversized is omdat zij gewoon heel smalletjes is. Ja, dan vind ik het ook niet mooi. Dus ik moet even heel goed bedenken wat ik ga doen. Ik ga gewoon eerst een stuk breien. Want ik moet eerst iets van 45 centimeter breien. En dan ga je... want je breidt het in gedeeltes. Het is eerst het gedeelte tot aan je borst, zeg maar. En dan ga je de ene kant ga je breien. Deze kant. En dan ga je door naar de achterkant of zo. Nou ja, zoiets is het. Ik moet eventjes nog heel goed kijken hoe en wat. In ieder geval moet ik eerst nog 40 centimeter of 43 centimeter breien. Dus daar ben ik nog niet. Dus ik ben pas ben ik hier geëindigd. Dus nou ja, zoals jullie kunnen zien, dat zijn niet zo heel veel steekjes. Dus ik vind wel met deze wol dat je de minderingen heel erg goed ziet. Zien jullie dat? Dat vind ik wel een beetje jammer. Ja, ik zou ook niet goed weten hoe je dat anders kan doen. Nou is dat wel... Even kijken, want hier zitten de steekmarkeringen. Nu is het, kijk, want eigenlijk moet ik het zo houden. Want waar de minderingen zitten, dat is onder de oksels en in de zijkant. Dus op zich valt het wel mee, want kijk zo. Hier zie je het, maar dat is, hier zit ook dan die steekmarkeerde weer. Hier zo. Om wat straks voor de oksels is. Dus op zich ja, valt het allemaal wel mee. Ik ga hier gewoon mee door en ik zie het allemaal... Wel, ik was ook met die groene trui bezig. Er waren sommigen echt helemaal enthousiast over. Ik heb hem aan het patroon gehouden. Ik heb een swatch heb ik gemaakt voordat ik met de trui begon. En toen was ik aan het breien. Toen was ik na de mouwen. Ik heb een stuk lijf gebreid. En toen op een gegeven moment, ik ging hem passen. En ik denk, nou, er klopt helemaal niks van. Van het hele patroon. Ja, het patroon is misschien wel goed.
Alleen het paste mij gewoon niet. Het was gewoon veel te groot en te lubberig. En ik had dan een kleinere naald gebruikt als wat in het patroon stond. Dus ik was er totaal niet tevreden over. En dat vind ik zonde, want dan heb je hele dure wol. Dan heb je een heel leuk patroon. En dan is het eigenlijk de combinatie wol inbreien. Het is dan gewoon niet mooi genoeg. Dus dat vind ik dan gewoon zonde. Dus ik heb hem uitgehaald. Ja, het is nu zijn het bolletjes wol geworden in plaats van een mooie trui. En ik weet niet of ik het. Ik denk dat ik het wel dezelfde kleur hou, maar ik denk dat ik het in het superwash merino ga doen of superwash merino met nylon voor de stevigheid, maar in ieder geval DK wol. Ik denk dat ik dat mooier vind. Het breidt natuurlijk ook sneller, maar goed, dat maakt me in principe niet uit als het met sokkenwol is of zo. Als het maar mooi is. En op dit moment vond ik het gewoon niet mooi genoeg. Dus ik heb het weer uitgehaald. Dus daar komt wel weer een keertje. Ik ga hem wel maken, want ik vind het echt een heel gaaf patroon. Maar met wat voor wol. De kleuren blijven hetzelfde, mintgroen met roze. Maar ja. Ik weet het gewoon nog niet zo goed welke wol ik daarvoor gebruik. Want ik heb een trui gemaakt. Die hebben jullie ook op internet gezien. De Rock Creek Sweater. Die heb ik in het Merino Superwash Decay gemaakt. Ik heb hem gewassen. Tenminste met de hand gewassen. Ik heb hem neergelegd op tafel. En voilà. Ik had ineens van een trui had ik een jurk. Dus. Ik weet wel dat als ik de volgende keer van Merino Superwash Ultra Decay een trui maak, dan maak ik hem sowieso 10 centimeter korter als wat in het patroon staat. En misschien zelfs wel 15 centimeter korter. Dus, en nou had ik gelezen, en dat ga ik wel proberen, om als je dat soort items maakt, om ze te wassen met de handwas. En dan in het droge te gooien. Dus niet plat leggen, niet hangen, niet al in het droge, want dan puft het allemaal weer zo in elkaar. En dan zeggen ze, stond er op internet, dat ik dan gewoon weer de truiformaat heb. En dat het dan niet gaat uitzakken of weet ik veel wat. Dus eigenlijk moet je een minder lang maken als wat in het patroon staat. Een naald, zeker een naald. Dunner gebruiken als wat in het patroon staat, zodat je niet als je het gewassen hebt dat het heel erg gaat lubberen of gaat rekken. Dus dat is wel een dingetje wat ik geleerd heb met die wol. Ik vind het heel mooi, want dat zijn deze natuurlijk ook. En alleen met een muts, ja, weet je, dit is vrij strak gebreid. Oh, daar ging mijn camera bij. Dit is vrij strak gebreid en het is dubbel. Gebreid. Dus die lubbert niet zo heel snel en het is ja, maar dat is met een trui. Het is natuurlijk een heel groot object en ja, dan zakt, kan het wel eens uitzakken. Dus dat ga ik, want ik maak hier ook mijn trui mee en ik ga dat toch weer proberen, maar dan met een naald dunner en een stuk minder lang als wat het patroon aangeeft. Dus dat ga ik sowieso doen. Dus ik ben benieuwd. Wat heb ik jullie nog meer te vertellen? Ik heb eigenlijk best wel een hele hoop verteld. Oh ja, één ding nog. Moet ik even van mijn pop afhalen? Ik heb een kool gebreid. Ook die stond op internet. Deze was een van mijn wensen van vorig jaar om te maken. Toen had ik het niet gedaan. En nu, dit is de Midsummer Haze Kool bij Hohi Locatelli. Ik had hem gezien bij de podcast van Craft House Magic van Ellie. Hartstikke mooie leesgedeelte zit erbij. De wol heb ik zelf geverfd. En nu kunnen jullie ook weer niet zien dat hij. Heel af en toe. Het is meer paars als dat hij eigenlijk het lijkt een beetje op grijs. En wat je oranje
is weer is de roze. Nou ja, goed, in ieder geval komen de kleuren weer niet zo mooi uit. Het is een glittergaren. Ook dat zien jullie denk ik niet helemaal. Maar in ieder geval, dit is mijn kool. Ik ben er zo blij mee. Het is zo leuk. En hij is heel simpel en heel makkelijk te maken. Kijk, je doet hem zo om. En dan zal ik even mijn camera iets naar beneden zetten. Dat jullie het misschien iets beter kunnen zien. En anders ga ik gewoon eventjes staan. Het is allemaal een beetje gegoochel en gedoe. En nou ja, in ieder geval, kijk. De wol is niet zo heel dik. Je hebt toch iets om je nek. En ik ga even staan, want dan kun je het mooier zien. Kijk. Het is hartstikke mooie leesgedeelte. Overal. Hier ook. Alleen dat valt dan als een beetje zo'n waterval, valt het zo naar beneden. Ja, het is gewoon voor deze tijd, is het gewoon hartstikke lekker. Het is niet te warm. Het is gewoon, je hebt wat om. En ja, het is gewoon hartstikke leuke kool. En van achter is het ook hartstikke leuk. Dus ja, ik ben hier heel blij mee. Ik heb hem ook redelijk snel heb ik hem afgemaakt. En ja, het is echt gewoon, hij is gewoon hartstikke leuk. Ik wist niet meer of dat ik hem had laten zien de vorige keer met de podcast. Dus ik dacht, nou, ik laat hem gewoon nog een keertje zien. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Dan denk ik dat ik een beetje zo aan het einde van mijn vlog ben. Ik zit even te bedenken. Ja... ik had mooie sokken gemaakt van wol van Georgina van Happy Knitting. Nou heb ik die sokken niet hier. Dus die laat ik de volgende podcast laat ik die aan jullie zien. Want ik heb nog een streng van Georgina en daar ga ik ook nog sokken mee maken. En dan... laat ik dat ook aan jullie zien hoe die sokken geworden zijn. Dan heb ik misschien al wel weer een stukje verder gebreid aan de trui van mijn dochter. En nog wel misschien wat tassen gemaakt. Ik blijf wel bezig. Ik zat even zo in het rond te kijken of dat ik nog wat te vertellen had. Nee, eigenlijk niet. Dit was het. Ja. Dus ik vind, ik zit al bijna aan de 40 minuten. Dus het is ook eigenlijk wel genoeg geweest. Deze mooie zonnige dag. Ik bedank iedereen voor het kijken. Hartstikke leuk dat jullie weer naar me gekeken hebben. Ga lekker genieten van het mooie weer. Het blijft voorlopig volgens mij nog dit weer. Geniet ervan. Brei leuke dingen, haak leuke dingen. Laat me weten of dat je iets wil weten of dat je ergens interesse in hebt of nou ja, van alles en nog wat. Ik ben niet meer, ik ga niet meer hieronder de video's van alles en nog wat neerzetten. Wil je iets weten, schrijf het in het commentaar, dan geef ik daar antwoord op. Want op dit moment is er niet zo heel veel om naartoe te linken, zeg maar. En... ja, Google staat voor niks, dus eigenlijk iedereen kan vinden als ik een patroon noem of iets, dan weten mensen het wel te vinden. Dus ja, bedankt. Tot de volgende keer. Ik ga niet zeggen of tot over een maand of over 2 weken, want dat weet ik niet. Het is zoals dat het is en het komt zoals het komt. Ik hoop dat iedereen gaat genieten, het fijn heeft. Lekker breien, lekker haken, lekker ander handwerk doen. Laat weten waar je mee bezig bent. Vind ik ook altijd hartstikke leuk. Wil je een nieuwe video zien? Dan is het welbekende duimpje. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doeg!